Hey, mamij. Ik kreeg een bericht van een meisje op mijn pagina en dat touched my heart. Het meisje gaf aan dat ze heel erg gepest wordt op haar school en ze zegt, al mijn klasgenoten kijken jouw filmpjes en ik kijk zelf ook jouw filmpjes, maar kan je misschien een anti-pest filmpje maken zodat hun zich misschien aangesproken voelen, zodat ze stoppen met pesten? Ik word elke dag buitengesloten, ik mag bij niemand gaan zitten, ik word elke dag uitgescholden en ik zie het gewoon allemaal niet meer zitten, weet je. Kan je me misschien helpen, Jay? Ja, ik ben een softie, maat. Och, daar ga ik alweer. Ik hou echt niet van pestkoppen. Ik pest vroeger de pestkoppen. Jullie snappen gewoon niet wat voor kracht er achter woorden kunnen zitten. Oh, het zijn maar woorden, Jay, maar jullie snappen niet wat voor kracht woorden kunnen hebben. Er zijn mensen die zichzelf hebben opgehangen omdat ze het niet meer zagen zitten. Er zijn mensen die een zak over hun kop hebben getrokken en dachten, fuck deze hele wereld, ik ben down, omdat ze niet meer zagen zitten, omdat ze te veel werden gepest. Jullie snappen de kracht niet van woorden. Woorden kunnen zoveel doen en als jij niet stevig in je schoenen staat, dan kan het je doden. Snap je? Ik vind het niet cool, pesten. Ik vind het niet cool. Jullie roepen de ergste dingen. Ik hoop dat je doodgaat. Ik hoop dat je kanker krijgt. Ik hoop dat je dit. Jullie roepen de gekste dingen. Wat denk je wat met jou gebeurt als jij dadelijk hoort dat een meisje wat jij bent een pest zichzelf heeft opgehangen? Ja, het is realiteit. Wat ga jij dan doen? Zeg het maar. Ik denk niet dat jij nog slaapt, vriend. Dus nu geef je jou deze boodschap. Deze boodschap is voor jou, maat. Dus you think that you are stoer now, huh? You are looking at my filmpjes. You can unlike the page now. Doe maar even een like, want you have niet meer hoeven te kijken naar mijn filmpjes. No, because I don't like you anymore. So go maar even lekker weg. If you doorgaat zo, at least I come to your school and I chop all your melktanden zelf uit je bakjes. Ja, at least I do that. But yeah, now I can do that because I'm a little older than you. Stop now with Pastor Arnold's gun. I'm gonna fucking lose it and I'm gonna punch everybody in the keel. And go bang, bang, bang. No, violence is not the answer. I'm let my beetje gaan. You have to talk to each other and the past couple you don't know have to allemaal te doen. Waarom? Do you think that you know beter voelen? Do you beter voelen if you do that allemaal? Als je je zo beter moet voelen, dan je al een hoopje ellende. Oh, je bent echt een hoopje ellende nu. Fuck you, fucker. And I don't like you anymore. I eat you up like my spaghetti. I go dislike you. Nou, stel je een boodschap voor de mensen die al aan de pesten, die meisje aan de school. Stop ermee! And if you don't stop it ermee, the meisje is gonna send me another bericht. And the next time I'm not talking anymore. No, it's the last waarschuwing nu. If I go now nog een bericht van de meisje krijgen, then you go allemaal have a binnenkoek. Punch je zo in de troodpik. I'm that serious now. Stop pesting.